We schommelen hier op het schoolplein en gewoon te kletsen. En skilleren. Ja, ook gewoon lekker kletsen, een beetje rondjes lopen. Ja, we hadden vroeger op het achterplein bij de kleuters hadden we een pomp met een waterbaan of zo hadden we op het plein. Die is nu helaas kapot, dus we doen daar eigenlijk niks meer mee. Maar gewoon water dat je door kan stromen en een soort van beekje maken met in het midden een boom of zo waar je doorheen kan lopen. Ja, dat je naast bijvoorbeeld drukke weggen gewoon allemaal kleine parkjes doet. In de stad bijvoorbeeld een groot groen grasveld waar je gewoon met z'n allen lekker kan zitten. Picknicken en zo. Met bomen, ja. Fietsen en gewoon bomen waar je echt goed in kan klimmen. En dat geldt ook voor hier op het schoolplein, want die zijn er eigenlijk niet echt. Nee. Ja, we hebben zelf al op het achterplein hebben een hok met kippen en konijnen. Maar sommige klassen hebben ook kippendienst. Kippendienst? Ja, ja, zo heet dat. En wat moet je allemaal doen? Je moet de kippen eten geven, hun hoeken verschonen. De konijnen ook verschonen, een beetje knuffelen. Een beetje aandacht geven. Maar dat is eigenlijk alleen op het achterplein. En er is maar één klas in de hele bovenbouw die dat kan doen. Dus het zou ook leuk zijn om het hier op het schoolplein te kunnen. Ja, dat bijvoorbeeld hier op school heel het plein dat er dan een hok is voor een hond en dat je dan er met buiten spelen dat er dan een lijstje is dat hij dan daarmee kan spelen op de beurt of zo. Een hele grote klimboom waar echt meer dan 10 mensen in kunnen. Echt gewoon een hele grote boom met als er kerst is gewoon leuke lichtjes erin of een grote boomhut of zo waar iedereen dan in mag en dan gewoon heel veel gras waar je dan lekker in kan rollen en zitten als het mooi weer is met je klas buiten picknicken. Dat lijkt me heel gezellig. Of gewoon op het voetbalveld, dat is daar. En dat je dan gewoon gas doet, want als je valt dan doet dat meteen best wel veel pijn en dan doet minder veel pijn omdat je dan op gas valt en zo. En echte goals, dat vragen heel veel kinderen, vooral de jongens. Gewoon echte goaltjes, zodat je gewoon goed kunt voetballen, want die hebben we nu eigenlijk niet. En meestal vliegen de ballen over het hele plein omdat er niet echt een goal is, dus nou ja.